Mijn naam is Charles, ik ben teamleider bij DPD in Veenendaal. 2021 binnengekomen als agent en doordat het hartstikke goed beviel, blijven zitten. En er kwam een hele mooie vacature voorbij als teamleider. En zo ben ik doorgegroeid tot teamleider. Het leukste aan mijn werk als teamleider vind ik dat je iedere dag met je team in contact staat. En dat we samen echt zorgen dat het team beter wordt. Mensen die kiezen voor het vakgebied klantenservice zijn over het algemeen mensen die graag anderen helpen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je empathie hebt. En daarnaast denk ik echt dat een loopbaan in het klantcontact heel goed is voor wat je daarna ook wil gaan doen. Je hebt er altijd iets aan. Ik had altijd een beetje het idee, hele grote zaal vol met 80 mensen die in hokjes zitten, kippenhok, heel veel herrie. Bleek absoluut niet zo te zijn. Een hele leuke groep mensen juist, waar echt sfeer hangt, waar collegialiteit hangt. Ik ben via Randstad binnengekomen, via de sollicitatieprocedure en enorm goed begeleid in de tijd dat ik als agent werkzaam was. Ik ben nu zelfs op het punt dat ik een vast contract heb verdiend waar ik helemaal blij mee ben. En het contact met Randstad is en blijft daarin altijd goed. Ik ben begonnen bij de klantenservice als bijbaantje. En dat is heel erg goed te combineren met mijn studie. Ik kan aangeven wanneer ik wil werken en dat kan ook in de avonden en in het weekend. Als webcam-medewerker kijk ik veel naar Facebook, Twitter. Ik hou in de gaten wat er op Instagram binnenkomt. En ik help mensen met hun vragen en hun klachten. Wij hebben op de afdeling heel veel social highlights. Wij hebben een Teams-kanaal waarin we ook leuke berichten delen van klanten, maar ook leuke reacties van onszelf. Ik vind het ook heel leuk dat ik mijn creativiteit kwijt kan. Persoonlijk hou ik heel erg van taal en je kan echt gaan spelen met woordgrappen of met spreekwoorden. Om in de klantenservice te komen werken heb je in principe niet een vooropleiding nodig of echt interne kennis. Maar wat je wel moet hebben is echt leergierigheid en creativiteit om te spelen met woorden of antwoorden. Hoi, ik ben Cyrano, 36 jaar. Ik werk bij CCV. Ik ben Customer Support medewerker en sinds kort ben ik Product Support Specialist. Nou, wat mijn dagelijkse werkzaamheden zijn, is contact hebben met key accounts. Ik zorg ervoor eigenlijk dat alles werkt bij de klant. Ik ben Esther en ik werk sinds 1 maart als medewerker Customer Service bij DPD. Ik werk 36 uur per week. En ja, dan hybride, dus en op kantoor en thuis. Samen met deze kleine lieve kater. Het leukste aan mijn werk op de klantenservice vind ik het beantwoorden van vragen. Wat mij aanspreekt in de klantcontactbranche is het helpen van andere mensen. Omdat ik heel behulpzaam ben ingesteld. Omdat ik ervoor wil zorgen dat iedereen die belt ophangt met het idee van mijn probleem is opgelost. Randstad helpt mij met mijn ontwikkeling, met mijn opleidingen. Je kan zelf kiezen ook welke cursus je volgt. Je wordt goed begeleid. Er is regelmatig vanuit Randstad belangstelling. Tegen mensen die nog twijfelen om via Randstad te werken, zou ik zeggen, gewoon doen. Ik had het ook nog nooit gedaan op deze manier. Ik heb geen moment getwijfeld en het is prima bevallen. Ik ben Eddy en ik werk op de klantenservice van PostNL. Ik ben begonnen op consumenten, overgestapt naar zakelijk, daarna naar een combilijn, terug naar zakelijk, coach geworden, vast contract gekregen en nu weer terug op mijn oude nest op consumenten. En ik heb het gevoel dat ik werkelijk iets kan betekenen voor de klant. Als ik dan tegen de klant zeg van ik ga u helpen, dan kan ik hem ook helpen. Dat maakt het werk voor mij heel leuk. Er is gewoon heel veel gezelligheid. Wat doe jij morgen?